Uit de serie Gewauwel heb ik hier nou nog een beetje een inspiratie voor de komende week. Misschien nog wel, of misschien nog wel later, of misschien vroeger. Dit is namelijk een plaatje van het optreden van de Ierse zanger aan het Songfestival van 2013. Mij viel een beetje op in het voorbekijken van die halve finales van het Songfestival, dat ergens zo in de eerste, en die is aanstaande dinsdag, of als je dit later luistert, op dinsdag 14 mei 2013, dat een van die nummers, waar hier dus een mooi hartje bij staat, Only Love Survives heet. En dan denk je van ja, dat is allemaal prima, dat geloof ik helemaal niet, nou hier heb je het scorebordje uit Ierland, van wat er allemaal aan moois te vinden was in dat jaar. Dan denk je van, ja, moet ik daarmee? En wat moet ik daarmee met Seneca? Nou, dit Only Love Survives komt ergens vlak voor, twee nummers voor de Belgische inzending voor het Songfestival. En dat deze meneer, Roberto Bela Rosa, ze hebben wel iets van elkaar gemeen hoor, die twee zangers, een beetje zo doorsnee, Jan Smit-achtige look. En daarna voor CNA gaan werken. Maar goed, dat maakt niet uit. En dat nummer, dat heet dan in één keer weer Love Kills. Dus in het ene geval Only Love Survives. En in het andere geval Love Kills. Met andere woorden, love is een redelijk onbetrouwbaar iets. En daar is Seneca het wel mee eens. Ja, hoe laat je Seneca in hem? Nou, zo dus. Dus kijkt u, als u nog even tijd heeft, naar deze halve finale. En dan vergewis je ervan dat dit citaat, wat hier nou zometeen komt van een Panaitius, een kolfje naar Seneca's hand is blijkbaar geweest. Ik kom in deze screencast ook nog even terug op de NCI. Heb ik nog niet bij stilgestaan. Is ook niet zo heel erg lastig. En gaat meestal wel goed. Nou, elegante mi videto panaitius respondiste adolescentulo cuidam querenti ansapiens amaturus esset. Daar hebben we het. Nou, eerst dat videtur. Videtur, videre betekent zien. Videri betekent schijnen. En hangt dan vaak een NCI van af. Letterlijk staat hier dus panaitius schijnt geantwoord te hebben. Dan gaat het goed als je videri pakt als schijnen. Maar er zijn een aantal werkwoorden waar dat niet zo makkelijk kan. Zoals bijvoorbeeld bij dikitur. Of traditur. En dikitur, er wordt gezegd. Hij, letterlijk staat dan hij wordt gezegd. Traditur, er wordt overgeleverd. Hij wordt overgeleverd, letterlijk. Videtur, hij schijnt. Dus je mag dat onpersoonlijk maken en daarvan maken, er wordt gezegd dat. En de nominatief is dan die onderwerp in de bijzin. En de infinitivus wordt dan de persoonsvorm. Het schijnt dat Panaitius geantwoord heeft. Of Panaitius schijnt geantwoord te hebben. Nou, deze woorden, dikitur, traditur, videtur, zijn daarvan de meeste voorkomende. En ik kon het niet laten om dat toch nog eventjes onder de aandacht te brengen. Nou, wat heeft hij geantwoord? Nou, hij schijnt mij verfijnd te hebben geantwoord. Eleganter is een bijwoord. Aan wie? Nou, aan een adolescentulo cuidam. Aan een of andere jongeman. En zeker jongeman. Quaerenti. Met de vraag die hem de vraag stelde. Ansapiens amaturus esse. Hè, of een wijze. Een sapiens, dus iemand die al doorgedrongen is in de leer van de Stoa. Dat is echt de bijna theoretische term voor een stoïcus. Voor Seneca, iemand die daar ver in is, een wijze op het punt stond om lief te hebben, of een wijze wel eens lief zou kunnen hebben. En dus dan komt een jonge man bij hem en die vraagt van, nou, hè, een wijs iemand, hè, iemand een wijze, zou die nog wel eens verliefd zijn? En wat zegt die Panaitius dan? De sapiente inquit videbimus. Nou, inquit is dat hij zei, en dan inquit staat in het Latijn nooit vooraan, dat staat altijd ergens zo tussenin. En dan moet je die zin helemaal weer bij elkaar pakken. Hij zei, de sapiente videbimus, futurum, te zien in die B.
Over de wijze, zei hij, zullen we het zien. Maar, ja, je voelt hem al aankomen. Je voelt hem aankomen. Mihi et tibi, non est comitendum. Comitendum. Nog eens een keer, leuk en gerundivum vorm. Onpersoonlijk gebruikt. Dus kun je nog eens een keer mee oefenen. En dan ook nog eens een keertje met non erbij. Letterlijk moet niet toevertrouwd worden. Dat zeg je in het Nederlands niet. In het Nederlands zeg je meer, het mag niet toevertrouwd worden. En moeten doe je met een bevestigende zin. En mogen met een ontkennende zin. Mag niet toevertrouwd worden. Aan mij en aan jou mag dat niet toevertrouwd worden. Wij mogen dat natuurlijk niet doen. En de wijze, ja, dat zouden we nog wel mogen moeten zien. Dat zal die waarschijnlijk wel kunnen, maar wij en jou... Nee, natuurlijk mogen we dat niet. Qui ad huca sapiente longo absumus, dat zijn die mij en jou, die, dat is nominativus, die nog altijd longe, ver van de wijze afwezig zijn, ver van de wijze weg zijn. Dan mag het niet toevertrouwd worden om wat te doen, ut inclidamus, dat wij verzeild raken in, hè, dat wij terechtkomen in, nou dat in staat hier ook al mee, in rem, commotam, in potem, alteri in patam, vilem sibi. Dat is ook een beetje stijlfiguren potpourri op het moment. Dat wij verzeild raken in een bewogen zaak. In een bewogen, onbeheersbare zaak. Die emocupatam alteri is en vilem sibi. Je ziet hier al het chiasme aankomen. Die aan een ander overgeleverd en goedkoop voor zichzelf is. Nou, weet die het ook weer. Dus wij mogen niet in zo'n bewogen, onbeheersbare zaak terechtkomen. Dat we aan een ander overgeleverd zijn. Dat zou toch afschuwelijk zijn. Nou, dan kunnen er namelijk twee dingen gebeuren, zegt hij. Sive dit, sive dat. Sive betekent het zij het een, het zij het ander. Nou, dat gebruik ik dan hier ook maar. En dan enem er gelijk bij, want. Want het zij het een, het zij het ander. Nou, het stel, we gaan op het pad van de liefde. En dan hebben wij zoiets van nos respicit. Hij kijkt naar ons om. Waarom dat een hij is... Het is te betwist hoor, maar even, de ander, laten we maar even als een onpersoonlijk iemand opvatten en dan wordt het een hij. Oftewel, hij ziet naar ons om en dan gebeurt er dit, oftewel hij veracht ons, contempsit. Dus eigenlijk is dit perfectum van contemnere, hij verachtte ons. Het zij, hij ziet naar ons om, het zij, hij veracht ons. Nou, wat gebeurt als hij naar ons omkijkt? Het zij, hij ziet naar ons, dan irritamur, passieve uitgang moer, dan worden wij opgewekt, waardoor humanitate eius, door diens aardigheid. En dus zijn we succes, dan denken we van, oh, fantastisch, geweldig. Maar, het zij, hij veracht ons, wat dan? Zoek. Superbia, accendimur. Nou, superbia zou nominativus kunnen zijn. Is het hier niet, omdat accendimur meervoud is. Dus wij worden in brand gezet met trots. Dan gaan we het andere slechte pad op. Als iemand ons veracht, dan is het slechts trots dat ons rest en waar wij van vlammen. Je hebt dus twee dingen. Er is een moeilijkheid en een gemak. Nou, dat eerste dat is het gemak. Het gemak, de makkelijke situatie. En dan zie je contempt, dat is de moeilijke situatie. Nou, wat gebeurt er in een makkelijke situatie? Wat gebeurt er in een moeilijke situatie? Dat maakt niet uit. Dat zie ik in dit aique. En dat noket. Noket betekent schade. Dus het gemak van de liefde schaadt. Evenzeer is net zo schadelijk als de dificultas, als de moeilijkheid. Dus het ene geval is niet beter dan het andere, dus allebei even ellendig. Namelijk facilitate capimur en cum dificultate certamus. Dit is weer passief, door het gemak
worden we vastgenomen en komt in dificultaten en met de moeilijkheid Kertamus strijden wij. Nou, even dat kom. Normaal gesproken staat kom met een persoon. Je gaat samen met iemand weg. Hier is het een strijd die je aangaat. Dus dat kan ook met de moeilijkheden zijn. Dus vandaar dat het kom hierbij staat. Dat het hier geen voegwoord is. Dan komen we nog tot het slot. Itaque, consci in nobis imbicilitatis nostra quies camus. En hier nog een keer comitamus. Dus allebei een conjunctivus in de hoofdzin. Dus laten wij dus rusten. Komt hier zo meteen ook. Dat zie ik aan die A. Laten wij Itaque dus rusten. Daar hoort bij consci i. Consci i is nominativus. Nobis is dativus, ons zelf bewust. Waarvan nostra imbicilitatis, van onze zwakte. Laten we dus rusten, onszelf bewust van onze zwakte. Dus laten we er maar gewoon niet aan beginnen. En laten we nog iets niet doen. En laten we comitamus infirmum animum. Nou, laten we toevertrouwen, is dit comitamus. Laten we toevertrouwen. Laten we de infirmum animum. Laten we de zwakke geest niet toevertrouwen. Nou, en waaraan? En hier zie je hem al aankomen, hè, weer zo'n stijlfiguur. Nec fino, nec formae, nec adulatione, nec ulisrebus. Niet aan dat, niet aan dat, niet aan dat. Nec fino, laat ons nog toevertrouwen aan wijn. Waar die in één keer weer vandaan komt, is mij een raadsel, maar blijkbaar horen wijn en liefde bij elkaar. Dat blijkt hieruit, hè. Nec formae, nog aan uiterlijk. Nog aan de vorm letterlijk. Nec adulatione, nog aan gevlei, nog aan vleierij dan ook. En nog aan ulis rebus blande traditibus. Nog aan enige zaken letterlijk die verleidelijk blande is dat aan ons trekken. Dus het is dus allemaal congrueerd met elkaar. Ulis rebus traditibus. En enige zaken die verleidelijk aan ons trekken. En dat staat dan, is dan het einde van dat Panaitius citaat. Dus Panaitius en Seneca is het daar natuurlijk mee eens. Want als Panaitius het zegt, hè, dat is een autoriteitsargument. Als Panaitius het zegt, dan is het zo. Ze zijn natuurlijk mee eens. En ja, waren allebei waarschijnlijk ook geen Nana Muscuri liefhebbers, helaas. En hier zie je haar nogmaals met Only Love Can Make a Memory. Dus als je het van Nana Muscuri moet hebben, dan denk ik dat zij het bij deze passage niet zo eens zal zijn met de beide heren. En misschien wel terecht, misschien ook niet. Het is iets waar je zelf maar eens over na moet denken. Maar ja, goed, wie, om nogmaals een keer een autoriteitsargument in de strijd te gooien, wie zou er toch twijfelen aan de opvatting van Nana Muscuri? Dat is een retorische vraag met een autoriteitsargument in één. En als Nana Muscuri het al zegt, nou, dan gaan we richting a fortiori. Als Nana Muscuri al zegt, nou, dan is het toch zeker het geval, nou, dat wij dat ook kunnen zeggen. Nou, na al deze crap ben ik bijna aan het einde van deze brief. Nou, hoewel crap, dat is eigenlijk best wel waar. Nana Muscuri, Nana Muscuri lives. Nana Muscuri is fantastisch. Vergeet u de Songfestival pool niet in te vullen. Maar na deze 5 paragrafen resten er mij nog 3. En dat zijn niet zo'n lange paragrafen meer. Dus met dit beeld van Nana Muscuri aan het einde van deze screencast kun je je verheugen op de laatste 3 paragraafjes.